Waar ik het even over wilde hebben was een besluit van BMW. Ik weet niet precies bij wie ik zal beginnen, maar ik kijk nu wie er het eerst wilt reageren. Ik zal het er even neerleggen. Ik ga er iets neerleggen wat er niet komt. Namelijk het ijsbaantje bij De Laak. Ja. Daar had Van der Pol, dat is de eigenaar van De Laak, twee mogelijkheden. Of op grond van de tweede gezegd, daar heb ik geen zin in. Dus daar ging het niet door. Dan kon er daarnaast op zijn eigen grond, maar het bestemmingsplan laat het niet toe. Toen dacht ik, ja, meneer Klompenhouwer, er is altijd wel een argument om het niet door te laten gaan. Daar ben ik het mee eens. Ik ben niet inhoudelijk op de hoogte van alle argumenten. We hebben natuurlijk wel een verklaring gelezen in de krant. En dat volgens het bestemmingsplan dit niet zou mogen. Het gaat hier om een tijdelijk iets. Ook de kunstijsbaan en dergelijke. Als dat het enige argument is, vind ik het een zwak argument. Want soms moet je gewoon kijken van wat is gewenst, wat is leuk, wat moet je in Nijkerk willen. En als daar een tijdelijk iets zou kunnen ontstaan wat leuk is voor de inwoners van Nijkerkerveen en Nijkerk en Hoevelaken, zie ik persoonlijk het probleem niet. Dus ik weet niet of dit alles is wat er speelt. Nou, er was nog een argument. Het gaat om agrarische grond. En het gaat erom dat die tent die er dan moest komen, dat die te groot zou zijn. Ja, nee, nogmaals. Kijk, als het om veiligheid gaat, is het misschien nog weer een andere discussie. Daar kan ik dus niet over oordelen. Maar als het of een tent nou 15 meter is, 150 meter, als dat maar voor de veiligheid gegarandeerd kan worden, dan vind ik het jammer dat een leuk evenement in Nijkerk gewoon niet door kan gaan. En dat, maar goed, het college heeft daarover besloten, naar gekeken. Mij lijkt het eerlijk gezegd een beetje gezochte argumenten. Is het dan zo, meneer Daanhouwer, dat u als controleur van BMW daar nog een rol in speelt of helemaal niet? Nee, kijk, als het om wijziging van bestemmingsplannen gaat, dan kan het college besluiten om voorstel aan de raad te doen om te wijzigen. Als dat niet gebeurt, is dat een verantwoordelijkheid van het college. Dus, maar kun je het niet omdraaien en zeggen van dan dienen wij een voorstel in om het bestemmingsplan te wijzigen? Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik eerst willen weten wat precies de plannen geweest zouden zijn. Die ken ik ook niet tot in de details. Dat betekent ook niet dat ik weet in welke context deze aanvraag gedaan is. Dus nee, dat begrijp ik. Dat betekent dat zulke dingen. Ik ga er op dit moment vanuit dat het college voor zich goede argumenten heeft gehad. Het zou kunnen zijn dat het toch raadzaam is om ook de raad te informeren wat precies de argumentatie is, zodat daar alle openheid over is. Op deze manier lijkt het me dat het verstandig is dat daar toch de informatie over de redenen zo helder mogelijk wordt. Ik heb de stukken bij me, dus u kunt de besluitenlijst van de gemeente en van BMW zo zien, want daar staat het in. Meneer Poort. De besluitenlijst is altijd heel summier. Ja, nee, maar de achterliggende argumentatie waarom in dit geval die ijsbaan er niet komt, die hebben we ook, want die wordt dan bij die besluitlijsten zo verspreid. Jawel, maar goed, als het, ik kan me voorstellen, kijk, er hoeft helemaal geen bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. Als je op een plek waar toevallig een bestemming agrarische grond een tijdelijk evenement van een paar weken als het hard vriest of weet ik veel wat, of twee weken voor een evenement. Ja, daar heb ik persoonlijk geen problemen mee om daar te zeggen van, joh, we geven daar ontheffing voor. Daar hoef je geen bestemmingsplanwijziging volgens mij voor te doen. Dus wat dat betreft zeg ik van, als dat de enige reden is, ja, dan vind ik dat vreemd. Ik ben niet genoeg thuis in de wet om te weten van, jongens, dit is, ik vind het vreemd, maar het kan niet gewoon niet. Of het is omdat we het niet willen. Maar zou het niet zo kunnen zijn, meneer Poorter, dat het afgeketst is omdat de NOV ook, maar dan op het plein, een ijsbaan wilt aanleggen? Dan hebben we in één keer twee ijsbanen in Nijkerk. Ja, ik weet niet of daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is op het plein. Ik denk het niet. Dus ik vind het erg vergezocht. Ik vind het ook jammer. Het is een jonge ondernemer. Hij knapt De Laak weer heel mooi op. Hij staat weer op een goede plek. De man gaat van alles ondernemen. Is heel enthousiast. En krijgt 100% tegenwerking. En misschien zijn er wel redenen dat het college gewoon gezegd heeft, dat willen we niet. Maar ik vind het wel jammer. Ja, want u zegt dat. Je haalt natuurlijk wel wat groots in huis. Hij kan het ook. Hij doet het ook. En wat u doet, doet u goed. Hij wordt tegengewerkt. En dat vind twee keer zelfs, hè? Want dan wilde we voor Covebo een groot feest. Ja. Gaat ook niet door. We zullen het nog wel vaker meemaken dat hij tegengewerkt wordt. Dank u, meneer Daanhouwer. Dan is er natuurlijk wel een mogelijkheid dat Van der Pol ook de raad benadert.
zijn plannen helemaal doorstuurt en vraagt van kijk jullie er eens naar of jullie daar mogelijkwijs naar het college een motie willen indienen om dit wel toe te staan. Dat zou kunnen. Maar dan moet hij wel ook openheid naar de raad betrachten. Ja, en dan moet hij wel snel zijn, want het is zo winter. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus dat betekent dat als ze zoiets willen op een vlugge manier, ja, dan moet hij eigenlijk zo snel mogelijk bij de raadsfractie langskomen. Oké. De laatste, want ik wil graag iedereen aan het woord laten. Heeft u er nog een mening over? Ik denk dat het meestal gezegd is. En ja, eigenlijk denken we allemaal op aardig op een lijn zitten. Het is absoluut zonde dat niet door kan gaan.